Hi, ik ben Richard van Oosterbrugge. Ik ben de chef van restaurant Bordeaux in Hotel de l'Europe in Amsterdam. En we gaan vandaag een gerechtje maken met ossenstaart. En die vullen we met merg. En vervolgens gaat die ook nog op de barbecue en doen we een mooie barbecue jus erbij. De ossenstaart is een deel wat heel veel gebruikt wordt door de koe. Dus daardoor is het heel erg taai. Maar daardoor krijgt het wel heel erg veel smaak. Voor dit gerechtje hebben we een groot stuk ossenstaart nodig. Heel vaak wordt het in stukken gezaagd. Je moet wel aan de slager vragen dat je echt een mooi groot stuk, breed stuk ossenstaart krijgt. Zodat we kunnen ontbenen en vervolgens weer kunnen vullen. Wat we het eerste doen is, we gooien hem een nacht in de pekel. Dus voor eigenlijk 24 uur. En dan doen we 30 gram kleurzout, colorosso zout en 30 gram normaal zout op een liter. Dan laten we hem 24 uur inliggen. En dan vervolgens halen we hem eruit en laten we hem heel erg lang goed spoelen. Om te zorgen dat er geen zout meer aan de buitenkant zit. Vervolgens doen we hem echt heel erg hard op de green egg. Dus dat hij echt een mooie barbecue smaak krijgt. Dan doen we al 20 minuutjes tot een half uur. Dus de vlammen slaan er soms ook nog wel uit. Vervolgens halen we hem van de green egg af. Doen we hem 6,5 uur doen we hem op 85 graden gevacumeerd met zijn eigen jus in de steamer. Dat hebben we hier. Dus dan hebben we de ossenstaart helemaal gegaard. Hij heeft een mooie barbecue smaak. En dan komt het tricky part. Want dan gaan we hem, als hij nog een beetje warm is, gaan we hem helemaal van het bot afhalen. En de bedoeling is dat die buitenkant, dat die helemaal intact blijft. Zodat we hem vervolgens mooi kunnen vullen aan de binnenkant met gegaard merg. Daarna rollen we hem op in plastic, heel strak. En laten we hem opstijven in de koeling. Zodat we hem mooi in plakken kunnen snijden en vervolgens kunnen barbecuen. En daarna kunnen lakken met zijn eigen jus, die ook weer gebarbecued is. Niet iedereen heeft natuurlijk een vacuümeermachine thuis en een stoomoven. Dus je zou hem ook gewoon kunnen pekelen en dan vervolgens op de ouderwetse manier kunnen stoven in een mooie zware gietijzeren pan. Langzaam en dan vervolgens van het bot afhalen. Dat kan ook prima. En dan wil ik nu voorstellen aan de chef rôti Marcel Bonda. En die gaat hem eventjes helemaal van het bot afhalen en vullen. Dat is lastig. De moeilijkheid is de botjes ontwijken. Het zijn allemaal losse segmentjes. Dit zijn er toevallig drie. En die hebben allemaal een uitsteeksel. Zo'n stuk bot. En daar moet je heel het omheen snijden. En tegelijkertijd zoveel mogelijk vlees natuurlijk mee proberen te nemen. Omdat het vlees gestoofd is, laat het goed van het bot los. Dus over het algemeen kun je ze vaak ook eromheen drukken. Hier zit een heel dik stuk pees ook tussen, die zeg maar over de hele lengte gaat. En hier voor de rest zit niks tussenin, dus je hebt helemaal niks aan dit deel. Daarom snij ik het ook niet mee. En het andere leuke is dat dit stukje vlees 85 graden op dit moment is. Het vet en gelatine stijft op als je afkoelt, dus je kan het best gewoon meteen warm eraf halen, anders is het straks heel lastig. Als je hem helemaal los hebt, dan gaan we het tweede programma doen. Dat is, het zit hier overal. Dus je ziet een klein stukje kraakbeen tussen. Het zit hier op deze dekseltjes. En als dekseltjes. En die gaan we nu allemaal eruit snijden. Want dat heet helemaal niet prettig. Ik ben ook altijd op zoek naar dit soort dingetjes. Ik kan ze nu wel wegkouwen. Dat zijn gewoon heel kleine stukjes van die peesjes. Dan kun je het best gewoon verwijderen, zodat je eigenlijk alleen met vlees overhoudt. Dus we draaien hem om. En daarna verwijderen we nog een beetje de dikkere delen vet. Omdat die blijven anders zacht. Zacht vet is niet lekker om te kouwen. Dit was de merg die we van tevoren gepasseerd en die geven nou nog een kleine tik warmte mee, zodat de buitenkant zacht is. En omdat het merg vooral uit vet bestaat, smelt het mooi tussen de losse delen van de ossenstaart in.
krijgen ze de jus en de oster nog even één keer in de barbecue. En dan krijgen ze nog één keer een tik lekkere barbecue smaak mee voordat we hem serveren. We hebben hier gereduceerde jus. Het is een soort van lakhoort. En die kwasten er mooi omheen. Daarbovenop komt een plakje merg met een beetje bieslook, shallot, zout, peper. Onze staart serveren we met een luchtige crème van polenta. Gegaard, gezeefd en vervolgens gedaan. Een beetje piment espalet. Bieslook. Kleine salade van kropsla en wat doperwten. Dat is hem, de met merg gevulde ossenstaart met luchtige crème van polenta en salade met doperwten.